Welkom iedereen bij een nieuwe video van Historic Voetbal. Vandaag ga ik proberen de Premier League te voorspellen en proberen waar iedereen gaat finishen. En ik ga ook mijn voorspellingen erbij halen. Ik weet dat de Premier League eigenlijk vrijdagavond al begonnen was met Manchester United Fulham en Manchester United winnen. Die won, maar ja, ik was op vakantie en mijn voorspellingen zijn ervoor al gemaakt. Dus ja, we zullen beginnen met wie er kampioen wordt. You were the champion. Ja, ik denk dat Manchester City voor vijfde Premier League in een row gaat halen. Ik denk ook dat ze gaan doen. Pep Guardiola gaat in wat ik denk dat zijn laatste seizoen is. Gewoon zijn spelers zo hard motiveren en zo. Waar ze genoeg drive van hebben. Wat sommige mensen denken dat de driver een beetje weg is. En die ploeg had juist record willen breken en zo. En ook gewoon die ploeg is gewoon goed. Ze hadden weinig versterking nodig. Je hebt bijvoorbeeld een Savio gehad. Gewoon een goede speler. Wel met een loose dealtje met de Trois. Die ook gewoon een club van hun was. Dus dat is eigenlijk gewoon, ja, basically for free gehaald. En ja, voor de rest nog steeds de hele goede kampioenenploeg. Hij ook wel het laatste jaar waarschijnlijk van Kevin De Bruyne. Hopelijk komt hij dan terug naar België of zo. Ik denk dat hij misschien naar Saudi-Arabië gaat dan. Ik hoop van niet, maar het zou best kunnen. Dus ja, Manchester City is kampioen. Niet dat ik dat wil, maar het gaat gewoon gebeuren. Michel failed. Of dat is toch eigenlijk wat iedereen gaat zeggen, dat Arsenal wereldwinning is, 3 jaar op rij, weer al niet gewonnen. Maar ja, weet je wat ik persoonlijk denk, ik ben zo ook heel teleurgesteld als het gebeurt. Maar ja, ik weet niet of we dit daar weer mee gaan doen op titel. Op papier, ja. In de realiteit, welke managers hebben al 3 jaar op rij top 2 gehaald? Wie zijn dat? Ik zal even zeggen, in de Premier League keren. Guardiola, Wenger, Sir Alex Ferguson en Mourinho. Klopt nooit, hè? Dus ja, als hij dat doet, zou dat wel speciaal zijn. Maar ja, ik predict ze niet tweede, maar het zou best kunnen dat ze derde worden op een eindje. Door gewoon 2 keer al zo close te verliezen. Eerste keer door het echt te bottelen en 2e keer gewoon, ja, een 1 klein foutje. En ja, dan, Man City is gewoon perfect. Maar wel op zich, ja, niet echt veel aanwinsten gedaan. Geen nummer 9 gehaald, wat ik dacht dat zou hebben moeten gedaan. En ja, Ricardo Calafiori gaat waarschijnlijk gewoon een backup right back of zo zijn, hè? Net zoals Julian Timber. Ja, mijn eerste prediction die voor mensen zou misschien aankomen, Newcastle derde. Ten eerste heeft Newcastle geen Europees voetbal, zoals bij een paar andere concurrenten. En ten tweede hebben ze gewoon een goede ploeg hoor. Ze hebben 2 jaar geleden ook Champions League gespeeld. En ja, wie heb je nog? Liverpool en Arsenal slot. Ze gaan een beetje aanpassingstijd nodig hebben. Man United. Ze hebben goede transfers gedaan. Morgan komt weer 4e of 5e. Aston Villa heeft Europees voetbal. Wat ze niet gewend gaan zijn. Tottenham heeft Europees voetbal. En ook weinig diepte en zo. Net zoals dus Aston Villa. En ja, wie heb je dan nog als echte kandidaten? West Ham. Ik zie het gewoon niet. En dan zit hij ongeveer aan het einde van het lijstje al. Ik heb dus Liverpool vierde, omdat ja, ze zijn gewoon goed. Ze hebben gewoon Champions League gehaald. Ze hebben een goede ploeg. Ze hebben geen signings gemaakt, wat ik een beetje vreemd vind. Hey, sorry. Ze hebben volgens mij echt alleen maar geprobeerd dingen... Mikkel, Zubimendi te proberen te halen. En dat was het dan ook. Maar ja, Arne Slot is gewoon een goede coach. Een beetje hetzelfde stijl als Klopp. Dus ze gaan gewoon goed doen. Gewoon top 4. En ja, zo zou content daarmee mogen zijn in het eerste seizoen onder Slot. Wat een beetje eigenlijk een rebuild season zou moeten geweest zijn. Heel goed dus voor Arne Slot. En hij gaat ook gewoon zijn job houden. Ik denk dus dat Man United de 5e gaat worden. Misschien Champions League als de Engelse clubs top 2 coëfficiënt dit jaar. Wat ze vorig jaar niet waren, wat dit jaar misschien wel is. En dan heb je Champions League, anders Europa League. Maar ja, United, goede signings. Een Linior die wel geblesseerd is. Een Matthijs de Ligt. Een Joshua Zirkzee. Goede aankopen. Een Masraoui bijvoorbeeld ook. Maar ja, ik denk gewoon dat ze het niet gaan doen. Erik ten Hag zal wel een manier vinden om het te verprutsen natuurlijk. Ik reed die man echt helemaal niet. Waarom hij nu echt gewoon een Premier League job heeft terwijl Pochettino voor de Amerikaanse mannenteam zit te saluteren. Dat snap ik dus echt niet. Pochettino vind ik zoveel beter als ten Hag. Toch dit moment. Sorry. Maar Chelsea was dus echt om hem te ontslaan. Maar ja, Man United 5e. Weer een mat gedoen. Weer veel klachten. Weer nog meer glazers uitroepen. En ja, dan 5e en dat het tot een 6e gaat worden. Op een eerste zicht lijkt dat misschien een beetje raar. Ja, Tottenham is gewoon een goede ploeg hoor. Ze hebben Dominic Solanke gehaald en zo. En ja, Postecoglou is gewoon een goede coach. Zelfs in Arsenal, ik reed Postecoglou gewoon hoor. Ik vind hem gewoon een goede coach. Maar het enige probleem is Tottenham heeft niet zoveel diepte en gaan Europees spelen. Dus ja, wie hebben ze op CDM? Ze hebben Bissouma, die af en toe goed is. En wie hebben ze daarachter? Een Oliver Skip of zo, hè? Of een Archie Gray, like.
Het is het niet. En Dominic Solanke kan echt gewoon een One Season Wonder zijn geweest bij Bournemouth. Dat kan echt gewoon. Hij kan echt gewoon een nieuwe Christian Benteke zijn geweest. Voor zover ik weet. Want daarvoor heeft hij gedaan. Geflopt bij Liverpool, bij Chelsea en bij nog een paar andere clubs. Sorry. Ik moet het nog zien met Solanke bij Tottenham. En ja, wie is er dan achter? Richarlison, de man, de meest vormstrijker ever. Ja, ik weet het nog niet. Ah, sorry, zeg mij eens hoeveel ze West Ham vorig jaar eindigden. Ze finishen 9, ondanks het heel geklaar met David Moyes. Het matige spel op zijn tijd. En sorry, maar ja, dit jaar hebben ze Julian Lopetegui. Niet dat hij zoveel beter is, hij is gewoon, hij was vorig jaar letterlijk nou, een dag voordat de seizoen startte, werd er ontslagen bij Wolves. Dus ja, maar ja, hij is wel gewoon nog steeds net iets beter als David Moyes, de man die vooral bekend is voor Sunderland te laten degraderen en het seizoen naast Alex Ferguson helemaal op te fokken bij Man United. Oké, sorry, dan is Lopetegui gewoon een upgrade en dit bestand, die heeft gewoon quality hoor. Lucas Paqueta, Mohamed Kudus, James Ward-Prowse. Ook gewoon voor een Thomas Suchek is ook gewoon goed hoor. En ook gewoon Jarrod Bowen. Bij ook voor een Danny Ings als hij terug zijn vorm kan vinden. Ja, dat is gewoon een goede ploeg hoor. Ik denk dat ze gewoon zevende gaan worden en nog veel mensen gaan verbazen. Dit is misschien mijn meest chockerende voorspelling voor iedereen. Ja, Aston Villa achtste. Maar Aston Villa heeft een goede ploeg, goede signings gemaakt. En zo en waren voor zijn verder. Maar sorry, Champions League gaat een dolle zijn. Net zoals Newcastle, dat met Newcastle deed vorig jaar. Net zoals met Brighton deed vorig jaar. Ja, dat ook bij Aston Villa gebeuren. Sorry, maar ze hebben na Ollie Watkins, ja, ze hebben John Duran. Ze hebben een goede ploeg hoor. Maar ik denk gewoon, als ze een pijn of als ze twee of drie blessures krijgen, dat is helemaal gezien. Net zoals Tottenham. Alleen heeft Tottenham nog net iets meer die sterklasse. En ik vind Edge ook wel beter als Unai Emery. Echt, oh man, mag die man niet nou wat hij met Arsenal heeft gedaan? Eerst bij Arsenal en dan telkens wanneer hij tegen Arsenal speelt. Echt, sorry, maar ja, daar zou ik ook een video over kunnen maken. Hoe hard ik Unai Emery een beetje had. Maar ja, dat is voor een andere keer. Wacht maar, dit is gewoon mijn meest chockerende. Is Chelsea 9e? Ik was dat vragen, waarom Chelsea 9e? Sorry, maar vorig seizoen ze waren geen tijd 8 en 9 en alleen door een, like, zowel in wat april, maart een beetje een run te maken door alleen tegen Van Arsenal 5-0 te verliezen en voor de rest alles te winnen of gelijk te spelen in de laatste 7 of 8 matchen onder Pochettino. Maar ja, nu, ze hebben gewoon echt gewoon, volgens mij Chelsea voor hem echt 50 spelers, dat is gewoon niet normaal bro, ze hebben 8 goalkeepers, waarom? Ze zijn zo fuck bro, er is al een strategie eigenlijk, dat ze gewoon goedkoop kopen, maar sorry, ik koop voor 15 miljoen, dan moet ze echt al goed worden voordat ze goedkoop het doorkoopt, like... Dom. En zo'n Moraska is helemaal niet zo goed hoor. Sorry, die man heeft voordat hij Pep zijn assistent. Nadat Pep zijn assistent, wat heeft hij gedaan? Daarvoor heeft hij bij Parma ontslagen in Serie B na 10 matchen. En voor de rest, met een Leicester team dat veel, veel beter was als alle concurrentie. Het bijna gebotteld. Sorry, maar ja, nee, die man. En ook met zo'n jonge coach, je hebt aanpassingstijd nodig in de Premier League. Kijk naar Mikel Arteta aan Arsenal. Ik kan het weten, bro. Dat was zo fucked, bro. 2 keer 8e, bro. We stonden 15e. En wou gewoon het seizoen gedaan was. We waren blij met 8e. Dan was het seizoen tenminste gedaan. Dat was echt fucked. Maar ja. Dus ja, daarom denk ik dat Todd Bowley gaat niet zo geduldig zijn als het Arsenal board. Dus ja, ze gaan hem gewoon ontslaan met kerstmis wanneer Chelsea pakweg 13e staat of zo. 10e Bournemouth. Dat lijkt misschien een rare voorspelling, maar Bournemouth is gewoon... Ik heb gewoon een voeling op Bournemouth, het gevoel dat Bournemouth het heel goed gaat doen. En ja, ik denk dat ze met heel veel mensen gaan verrassen zonder Dominic Solanke. Oké, ik geef het toe, die 10e plaats was gespeeld met dat Dominic Solanke er bleef en ik had geen zin om het aan te passen. Maar ik dacht, ja, ik ga ze niet te laag plaatsen. Dit zou heel slecht kunnen uiteindelijk heel slecht kunnen uitkomen wanneer Bournemouth 15e of 16e eindigt. Maar ja, ik denk dat ze het heel goed gaan doen. Crystal Palace 11e. Ik denk niet dat ze gewoon in vorm van vorig seizoen dus een extreem goede vorm aan te gaan doortrekken. Ja, ten eerste hebben ze Olisic kwijt aan Bayern. Ten tweede, sorry, als je op het einde van het seizoen een goede vorm hebt, betekent niet dat je dat doortrekt naar het volgende seizoen. Ook vice versa. Dat betekent, dat wil niet zeggen als Tottenham gewoon 5 van de laatste 6 matchen of 6 van de 7 laatste matchen op het einde van het seizoen verloor, dat ze nu ineens een degradatiekandidaat zijn. Nee, zo werkt dat niet. Ik zou nu wat voorbeelden kunnen gaan halen uit vroeger tijden van 14, 15 jaar geleden, maar ik ga het niet doen om het ingewikkeld te maken. Gewoon een beetje logica. Dit is misschien nog de bizarste voorspelling van allemaal. Brighton 12, Brighton met Thomas, met
een Simon Adingra, met een Pascal Kroos, met een Danny, met een Evan Ferguson, met Danny Welbeck, met gewoon een goede ploeg, zou je denken. Sorry, ik heb het gewoon niet. Vorig seizoen zat een goede start in het seizoen, wat ze nu ook hebben gewonnen. 3-0 van Everton, maar ja, Everton. Allee, en ja, sorry. Brighton is het gewoon niet. Sorry, de Serbi, ik weet het allemaal niet, maar deze man. Een 31-jarige coach. 31. Bro, James Milner, een speler van Brighton, is 8 jaar ouder dan die man of 9. Dat is gewoon echt gek. En sorry, nee. Hij gaat misschien nog wel Safat doen, maar 12e Brighton gaat gewoon weer naar mid-table slumpen. Een beetje een Crystal Palace-achtig seizoen hebben. 13 Everton. Je vraagt me af, waarom Everton 13e? Ik denk ten eerste gaan volgend seizoen naar een nieuw stadion. Dus ze gaan een extreem gemotiveerd zijn thuis. Om ook een goed einde aan de fans in Goodison Park te hebben. Wat gewoon een historisch stadion is voor de Premier League, vind ik. En ook gewoon zonder die puntenaftrek van vorig seizoen waren zij denk ik echt 12e geëindigd. Dus ja, ze gaan dit jaar gewoon hetzelfde doen onder lelijk Sean Dyche-bal. Maar ze gaan wel gewoon de resultaten pakken die ze nodig hebben. Ja, Wolves 14. Vorig seizoen maakte ik de misrekening om ze keihard onderschatten. Ik denk gewoon, dus ja, dit jaar ga ik dat niet doen. Gewoon klassiek 14. Ik denk dat ze vorig jaar ook 13 of 14 zijn geëindigd. Maar ja, gewoon echt gewoon een middelmatig seizoen. Zoals Wolves eigenlijk al een paar jaar zijn. Onder Gary O'Neill. Gewoon, ja, niks speciaal dus. Ik denk dat voor een 15 gaat worden, omdat ze ten eerste hebben João Palhinha verloren. Maar ja, het gaat niet zoveel aan Manchester degraderen. Mitrovic en Kroos waren zoveel belangrijk. Kijk, en ze, nu hebben ze vorig jaar verloren en ze vinden dat ook op. Ik zou nu denken, ja, 2 seizoenen klaar weg, maar ze gaan het wel opvangen. Ze gaan natuurlijk ongeveer een beetje slechter zijn dan vorig seizoen. Want vorig seizoen waren ze volgens mij, ik weet niet. Misschien is het zelfs hetzelfde als vorig seizoen. Kan ook, maar ja, Fulham gewoon 15e. Denk wel een beetje een degradatiestrijd, maar er uiteindelijk gewoon ze wel gewoon gaan weglopen. Ja, Brentford 16e. Ik denk niet dat Ivan Toney verkocht wordt, maar nog steeds. Thomas Frank is matig. En Brentford zonder Toney waren het ook niet zo goed. En Toney was vorig seizoen, toen hij terugkwam, ook niet helemaal het hoor. Sorry, maar ja, Brentford 16e, degradatiestrijd. Ja, maar wel gewoon uiteindelijk net comfortabel in Premier League blijven. 17e Nottingham Forest. Ze gaan nipt eigenlijk in de Premier League blijven. En dat betekent dus dat alle drie gepromoveerde teams degraderen. Ook Leicester City. Je vraagt waarschijnlijk af waarom Nottingham Forest volgens hun ook 17e. Ik denk gewoon hetzelfde. Weer nipt dit jaar nog nipt de degradatiestijd. Misschien met een puntje voorsprong op de 18e. Dat is wat ik zo dadelijk zeggen. Maar ja, Nottingham Forest is gewoon kwaliteit door Morgan Gibbs-White, Hudson Odoi, Chris Woods. Maar ja, ik denk dus dat ze 17 worden en nog een jaar zolang in de Premier League blijven. 18 is Southampton. Ik heb genoeg mensen Southampton op het internet 20 zien plaatsen. Rock bottom. Nee, Southampton heeft nog een beetje kwaliteit. Het enige probleem bij Southampton is gaan de goals zijn. Sorry, gaat Adam Armstrong erin eens 15 of 10 of 15 scoren? Nee, dat weet je van 2 jaar geleden. Wie gaat ze nou wel maken? Dat is een beetje het probleem. Een middenveld gaat nog wel oké zijn en zo hoor. En een verdediging. Maar ja, ik zie het gewoon af offensief. Of ziet het er volgens mij gewoon niet in voor Southampton. Dus ja, gewoon 18e plaat. En spijt genoeg terug naar de Championship voor de Saints. Dit is misschien eentje die je niet had verwacht. En normaal is ook Leicester City om 19e voorspellen. Maar ja, ik denk dat ze gewoon waarschijnlijk minstens 10 punten aftrek krijgen voor PSR. Wat eigenlijk gewoon profit. Wat eigenlijk de Premier League's FFP is. FFP is vanuit UEFA. En PSR is vanuit Premier League. En PSR is eigenlijk vooral vanuit gewoon, ja, ook gewoon met je lonen en zo. En Leicester City is al een paar jaar vooral tussen de lonen en het aantal revenue dat je hebt, inkomsten dus. En Leicester City is er al een tijdje gewoon boven hun standaard te leven. Ik denk dat ze daar veel punten aftrek voor krijgen. En daardoor gaan ze degraderen. Ik denk dat ze misschien zonder die aftrek, misschien 40 punten of 42 punten binnenhalen, maar 32 in gewoon een goed Nottingham Forest zien. Ja, ik spijt om te zeggen, maar Ipswich had gewoon laatste einde. Sorry, maar Kieran McKenna is niet de mager die iedereen denkt dat hij is. Sorry, maar ik heb het gaan opzoeken en Nigel fucking Atkins heeft het nooit gedaan. Wil je weten waar die man nu zit? Die zit nu bij Tranmere Rovers in League 2. Die man heeft dat ook met Southampton gedaan, 2 back-to-back promotions. In denk ik 2009 of zo. Oké, die ploeg was heel getalenteerd. Bijvoorbeeld Alex Oxlade-Chamberlain. Billy Shaw, Axel
Oxley Chamberlain. Volgens mij ook nog een paar andere goede spelers. Ik weet ze nu niet aan mijn hoofd, maar ja. En de tweede Ypres heeft gewoon een halve League One ploeg, hoor. En de rest zijn goede Championship spelers. Misschien één of twee goede Premier League spelers. Bijvoorbeeld een Sammy Schmodix, die zullen we wel eens misschien in mijn fantasy team zien. Maar voor de rest, nee, een laatste. Sorry Ipswich, je gaat het niet doen zoals Luton. Ja, dat was mijn Premier League predictions video. Hij komt een klein beetje te laat uit, maar hij is er wel. En ja, als je nog drop een like, subscribe. Als je nog suggesties voor video's hebt, drop ze in de comments. Ik ga wel niet meer zoveel predictions doen. Ik denk dat vanaf nu elk jaar wat een WK. EK ga ik altijd predicten. Voor een Premier League en Jupiler Pro League. En ja, misschien ooit nog eens Challenger Pro League. Maar dat gaan we niet doen. Dat is gewoon te... Oh, ik heb er te weinig van. Ik ga eerlijk zijn. Maar ik ga vooral veel andere dingen maken. Dingen die mij interesseren. Dus ik zou binnenkort gewoon de meest random video's erop zien komen. Bijvoorbeeld waarom voor de Conference League moet volgen of zo. Ik zeg maar iets. Maar ja, als je dus video ideeën hebt, drop ze in de comments. Er zullen ook af en toe shorts komen. En ja, want ik ben nu gewoon tot einde van de vakantie gewoon thuis. En niet echt iets belangrijk te doen. Dus er zullen wat meer YouTube-video's komen.